التطير التشاؤم، بعض الناس يتطير يتشاؤم لا يتفاعل يتوقع الشر. Sommige mensen gaan ervan uit dat altijd het slechte plaats zal vinden en ze hebben geen positieve instelling. يتطير. Ze geloven in voortekenen. يتطير ببعض الأيام ببعض الأرقام. Bepaalde dagen. Ze geloven in dat bepaalde dagen een iets betekenen of bepaalde cijfers een betekenis hebben. يتطير بعض الأشخاص يقول رأيت اليوم فلان تأتي مصيبة. Hij zegt bijvoorbeeld als ik hij heeft iemand gezien. Nou, dat zal vandaag wel een ramp met zich meebrengen. Of hij zegt, ik ga niet over deze straat lopen. Of ik zal dit kledingstuk niet dragen. Dit vorm van geloof behoort tot de kleine vorm van shirk. Een moslim heeft deze gedachte niet, maar hij is altijd positief ingesteld. Degene die zich hier aan schuldig maakt, is een polytheïst. لماذا تتوقع الشر؟ Waarom ga je ervan uit dat het slechte zal plaatsvinden? هل أنت تعلم الغيب؟ Heb jij kennis van het verborgene? هذه الأرقام أو الأشخاص أو الأصوات ليس لها علاقة بالمستقبل. Deze cijfers of deze mensen of wat hij allemaal hier heeft genoemd heeft geen enkele link met de toekomst. تتوكل على الله. Je vertrouwt op Allah عز وجل. وتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار والله أعلم. En je hebt de overtuiging dat Allah Azzawajal de enige is die profijt kan door Allah Azzawajal profijt kan verkrijgen en die schade kan weren. Ja.